Ja, dus die maakten maar aan wat ze nodig hadden. Nou, als er geen vragen meer zijn, dan wou ik even iets anders nog met u doornemen. Of had jij nog andere gedachten, Max? Zullen we doorgaan? Want jij bent de man die een beetje de boel in de gaten houdt. We hebben hier de tegenpol van de meest rechtse, deze. Dat is echt ronduit een van de allerslechtste ijzerloze eindtrappen die Philips. Ja, ik kan misschien. Wacht, ik kan hier tussen misschien gaan staan. Hier voor die platen zou gaan staan. Dat is een van de slechtste eindtrappen, helaas, als ik het zeggen moet. Want ik ben een buizenman, hart en nieren, die Philips gemaakt heeft. Moet je kijken wat hier gebeurt. Hier hebben we de normale lage penschakeling, zoals hier ook. Hier zit ook die kathodeweerstand in, dat is alles hetzelfde, 6 volt, alleen 40 mA, ook nog niet zo'n ramp. Krijgen we een koppelelco op de 800 ohm speaker. 9710, 800 ohm en nog een tweede speaker, die heb ik om me niet te gecompliceerd, maar te laat heb ik hem weggelaten. Deze buis is puur geschakeld als anodeweerstand, dus gewoon een weerstand. Maar het erge is, moet u hier eens even kijken, plus 250 volt op het schermrooster, schrik even niet, en 125 volt op de anode. Nou, het geluid dat uit het toestel komt is echt erbarmelijk hoor, ik zeg het eerlijk, het is echt erbarmelijk. Ik hoorde een klaverzimbelconcert van Bach op en ik dacht, oeh, het ging helemaal door merg en been. Die klaverzimbel zat een hele fijne rafel zat erop, was niet om aan te horen. Dat ik had het toestel gerepareerd voor een overbuur van me, die had dat toestel. Ik zei, nou, zal ik iets aan het geluid doen? Ja, zit hij, ik ben niet kapot van het geluid. Nou, ik zeg, ik beloof niks, maar ik probeer wat. Toen ben ik, dit kende ik dus nog niet, moet ik er even bij zeggen. Ik kende alleen dus dit. Toen heb ik het volgende gedaan. Ik ben eerst begonnen met van deze EL84 een EL86 te maken. Die heeft dezelfde aansluiting, die kan er zo in. Kathode weer van alles heb ik laten zitten, maar het schermrooster heb ik met behulp van een deler, dat kan je hier zien, teruggebracht naar 115 volt. Het is iets minder dan de helft, want hier zit ook nog een paar milliampère schermroosterstroom bij. Daarom is het geen 125, maar 115. Toen had ik dat gedaan, zo. En ook staan we snoeien, even oppassen. Toen had ik dat gedaan en toen sloot ik het toestel aan en toen was hij al stukken en stukken beter. Maar ik denk, ja, ik ga nog verder, want de man had er echt wat geld voor over. Toen heb ik het volgende gedaan. Terwijl ik dit niet kende hoor, heb ik hier, 1965 in Amsterdam, heb ik hier deze koppelcondensator, een potmeter genomen van 2,2 meg. Een koppelzee heb ik allemaal even zo ingehangen los. En ik had een EC92 liggen. Ik denk, nou ja, om een beetje dit en dit een beetje gelijk te houden, heb ik hem zo geschakeld. Dit is een schakeling met die 2x3x3. Die heb ik gegapt uit de Grundig TK30. Dat is een hele mooie schakeling. Dan heb je ongeveer 3 volt overeenstaan bij 0,5 mA. Dat is heel mooi. En als je nou eens het mooie, als je hier kan eigenlijk elk type buis zien, alleen dan wijzig je de stand van die potmeter. Heb ik dus een buisje heel veel versterkt, dan moet de potmeter dus naar beneden, in dit geval naar boven dan. En heb je een buisje weinig versterkt, dan kan je hem verder open draaien. Zit je helemaal in nood, dan kan je met deze weerstand ook nog wat doen. Dit heb ik erin gebouwd zo. Dan kan je, als die potmeter is afgesteld bij de betreffende buis, kan je deze weerstanden opmeten. En die kan je eventueel samenstellen, of misschien dat je twee hebt toevallig die in de winkelwaarde liggen. Dan zet je er een deler in, je haalt de potmeter eruit en je bent klaar. Dan heb ik hier nog, deze buis heb ik dus eigenlijk omgetoverd van weerstandbuis naar kathodevolger. Die doet nu dienst, die doet nu mee aan de sturing. Deze twee kan je eigenlijk, als je de voeding parallel denkt, zijn dit eigenlijk twee schakelingen parallel. En het resultaat was ook, dat lag even niet, de impedantie kwam dik onder de 800 ohm te liggen. Want de toestel had iets heel komisch. Die had namelijk ook nog een tweede luidspreker erin. Ik noem het altijd nep Beyondly. Het is geen Beyondly, er staat een Beyondly teken op. Die ene speaker, dat is een AD3700M. Dat is een 800 ohm ook. Een breedbandspeaker, dubbel konus, met een losse konus. Dus die kan makkelijk ook middenlaag hebben. Maar dan moet je nagaan met een domheid. Want wat gebeurt er? Die tweede luidspreker die dus op zit, die hangt met 0,1, gewoon een 10 microfarad, over die grote heen. Nou, dan begrijp je wel, die impedantie van een 10e microfarad, die loopt natuurlijk in het middenlaag, loopt die op, dus die speaker is gewoon helemaal los voor middenlaag. Hangt die gewoon eigenlijk op je er los in hangt, als een losse luidspreker die niet aangesloten is. Gevolg is dat je natuurlijk dan een prachtige akoestische kortsluiting krijgt in het middenlaag natuurlijk. Want als de ene speaker naar voren gaat, gaat de andere naar achteren en omgekeerd. Dat kan ik wel volgen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb iets heel cruis gedaan. Ik heb die 0,1 doorverbonden. Lach even niet. De 9710 aan de rechterkant bleek precies zo spelen als dat die speelde en die andere kant er volop bij. En toen had je werkelijk een concertgebouw, echt niet te geloven. Maar toen had ik dit er dus ingebouwd. En nou, eigenlijk, nou, dus het komische was, en dat is nou het leuke.
ik zag dit en gelijk dacht ik aan dat. Mijn gedachten gingen dus terug naar 1965 in mijn ouderlijk huis met de overburen uit de Kerkstraat in Amsterdam. En toen schoot me dat weer in mijn gedachten en ik heb het meteen op schema gezet. Ik wist het nog, hoe ik het gedaan had. Vooral ook omdat ik met die potmeter gewerkt had. Zijn er nog vragen over? Maar zo kan iedereen eigenlijk, als je dus zo'n ongelukkige Philips hebt, kan je die op een heel eenvoudige wijze met een kleine portemonnee, kan je gewoon wijzigen. Je ziet, het zijn een paar simpele weerstandjes, een paar condensatortjes, een lamp en een potmeter, die dus later dus de vaste weerstand kan vervangen. En die nog omheen doorverbinden. Dan heb je aan twee kanten geluid, maar dan heb je ook geluid. En dan heb je niet dat de ene speaker allemaal zeggen, zo staat voor het middenlaag, en doordat hij gewoon ongedempt is. Je hebt dit ding ook als plano. Nou, als je dan voor dat ding staat, dan hoor je echt dat tegenfase geluid zo door je hoofd gaat, waar je zo'n hoofdpijn van krijgt. Zijn er nog vragen? Niemand iets te vragen? Is het duidelijk overgekomen? Als je iets vraagt, doe het, want ik ben er en ik kan het proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. Nou, dit was dan eigenlijk zo'n beetje wat ik laat maar zeggen, te bieden had. Nou, mooi. Hartstikke leuk. Goed, Ben, bedankt. Dan gaan we nu maar gewoon even een stukje muziek draaien, denk ik, hè, op het apparaat. Waar de meeste mensen, denk ik, ook wel voor komen. Hij doet het dus echt. Ja, dat is het. Stukje Dave Brubeck uit 58. Nou, dat past er mooi bij. Ja. Thank you.
Ja.